Ik ben Jelle. Lucas. Ik ben Menno. Alle drie kunnen ze nu door. De tweeling Lucas en Menno met een VMBO-T-diploma. Hun oudere broer Jelle heeft een HAVO-papiertje op zak. We hebben altijd wel een beetje discussies van wie de hoogste punten heeft. Maar ja, hun, ja, ik zeg dan altijd zo, ja, jullie zitten op MAVO. Jullie halen een hogere cijfers. Ik doe een moeilijkere niveau. Dus dan kan het ook zijn dat ik wel lagere cijfers haal. Maar het is wel goed zo. Ben je ook een beetje het stutje van de drie? Nee, helemaal niet. Nee, dat is hij. Nee. Lucas is de... Ja, ik leer wel veel, maar dat wil ik gewoon zelf, omdat ik goede punten wil halen. En dat is gelukt. Hij slaagde met een gemiddelde van een dikke 8. De broers Hof kunnen het goed met elkaar vinden. Maar samen studeren zat er nooit in. Doen we allemaal apart leren, dus niet gezamenlijk aan de tafel of zo. Nee. Want dat gaat niet goed. Nee, dan komt er niks van leren. Hebben jullie straks ook een gezamenlijk eindexamenfeest? Nee, dat wilden wij niet. Ja, ik vond het niet fijn als al onze vrienden dan bij elkaar zaten. Want ze hebben gewoon geen leuke vrienden. Nee, ja. Ja, ze zijn wel leuk, alleen ik denk gewoon onder elkaar niet leuk. Ja, gewoon hele andere vrienden hebben. Ja, het zijn dus hele andere types. Voor de toekomst zien de broers wel iets in samenwerking met elkaar. Later kunnen we misschien wel met elkaar op elkaar rennen spelen. Samen een bedrijf. Ja, dat lijkt me wel het leukste. Voorlopig wachten er nieuwe opleidingen in Eindhoven en Tilburg. En daarvoor gaan de broers weer even gescheiden op pad.